Oké, in het plaatje hier zie je een complex getal z, a naar rechts en b langs imaginaire as omhoog. Stel nu dat we nu een matrix C maken met a, b, min b, a. Met a en b reële getallen, maar niet nul. Dan zou je kunnen berekenen dat de eigenwaardes van C, dus de eigenwaarde van C, dat zijn lambda is A plus of min B keer I. Je ziet dus dat je dan het complex hebt en natuurlijk de complex geconjugeerde, hè, want hier zit er ook nog eentje. Hè, dit is Z, complex geconjugeerd is A min B I. Oké, okay. Dan gaan we het volgende doen. Stel nou dat we zeggen R is de lengte van lambda is wortel a kwadraat plus b kwadraat. Dus je neemt eigenlijk hier, zeg je van nou de lengte van die vector z, dat noemen we R. Dan zouden we het volgende kunnen zeggen. Ik heb hier een hoek phi, die moet er nog eventjes in. Je zou kunnen zeggen, nou, die matrix C kan ik ook schrijven als R, buiten haakjes gehaald. En dan krijg ik hier A gedeeld door R, B gedeeld door R, krijg ik hier min B gedeeld door R en A gedeeld door R. Maar dan kun je ook zeggen, ja, maar wacht eens even, dat is dan R en 0. 0 R keer cosinus phi, sinus phi, min sinus phi, en hier hebben we cosinus phi. Kijk maar, die B gedeeld door R is de overstaan, hè, dus hier is de, wat ik heb hier, min phi, dus ik ga B naar beneden, gedeeld door de schuine zijde is de sinus van min phi, is min de sinus van phi. En dus je ziet hier heel mooi verschijnen die rotatiematrix. Nou, algemeen zou je kunnen zeggen, nou, als je nou een transformatie hebt, zo noemen we dat, transformatie, van x naar matrix C keer x. Als je daar een plaatje van zou maken, en heel algemeen, kun je zeggen, nou, ik heb hier een x1-as, ik heb een x2-as. Hier heb ik de vector x. En nu ga ik de vector a keer x. En die zit daar. Ga je twee dingen doen. Je gaat zeg maar hier omcirkelen. En dan krijg je een rotatie naar dat puntje. En vervolgens, dat is de tweede, dus dit is 1. En de tweede is, ik moet hem dan daarheen verplaatsen, dat is nummer 2. Dus de eerste is een rotatie om hoek phi. En de tweede is een scaling, een vermenigvuldiging, met een zekere factor lambda. En dat zal, dat is niet toevallig. Dus je gaat zeg maar roteren, stap 1, en stap 2 is dat je hem gaat verschalen. Oké, nou zover.